Yo guys, Job hier, aka de Tuber. Like deze video binnen 3 seconden als jij ooit samen met mij een rondje zou willen rijden in de Banshee. Jongens en meisjes, het is een enorm speciaal moment. Ik heb namelijk de opdracht gekregen van Jorn om de gems veilig te stellen. Om ervoor te zorgen dat meneer Prof zijn handen niet op de gems kan leggen. En ik heb er heel lang over nagedacht. Ik heb alle mogelijke manieren in mijn hoofd naast elkaar gezet en op elkaar afgewogen. En elke manier maakte mij bang. Ik kan ervoor kiezen om de gems te verstoppen. Maar laten we eerlijk zijn, we hebben het hier over een professor die heel zijn leven heeft gewijd aan het doen van experimenten en het opsporen van de eeuwige kracht en het eeuwige leven. Hij zou ze toch wel vinden. Wat is de enige manier om ervoor te zorgen dat de professor de gems niet kan vinden? Door de gems niet meer te laten bestaan. Jongens en meisjes, mijn naam is Dutch Schuber en ik sta op het punt om uit mijn Banshee de vulkaan in te springen en zo mijzelf met de gems te verwoesten. En op die manier ervoor te zorgen dat Jorn nooit meer bang hoeft te zijn. Hij heeft mij verteld binnen 24 uur de gems te verstoppen. Ik verstop ze niet, maar ik vernietig ze. Let's go! Jongens en meisjes, als ik respawn, zullen de gems weg zijn? Ik pak mijn Banshee erbij. Ik ga naar de superhero base om Jorn het goede nieuws te vertellen. En misschien Erika ook wel, als ze me deze keer niet probeert af te maken. Het is sowieso het beste, weet je. Ik heb van heel veel mensen in de comments gelezen van Job, als jij ervoor wilt zorgen dat niemand die X-stone, X-gem, hoe je het ook wilt noemen, kan maken, dan moet je ervoor zorgen dat de ingrediënten ervan niet bestaan. En dat is op zich heel erg logisch. Als je bang bent dat iets schade toebrengt, dan moet je ervoor zorgen, dat heet preventief werken, dat hetgeen wat schade kan toebrengen er gewoon simpelweg niet meer is. Heb ik voor gezorgd. De stenen liggen in de vulkaan. Ik denk dat ze gewoon kapot zijn. Ze zijn in de lava gezakt. Ondoordringbare lava waar niemand meer kan komen. Ik ga naar de superhero base en ik ga het goede nieuws aan Jorn vertellen. En ik kan niet wachten. Niet wachten tot ik de blik op zijn gezicht zie. Ik hoop dat het een goede blik is. Want ik vond dit een goede daad. Jongens en meisjes, er gaan. En dit is misschien wel een van de lastigste dingen van allemaal. Dat is namelijk mijn Banshee niet in het water laten vallen. Oké, rustig. Oh gosh. Oh gosh. Ah, het is er toch ingekomen. Soms lukt het me serieus wel. Alleen op dit moment lijkt het alsof ik een beetje onder de map terechtkom. Oh, nice. Oké, ik ben er. Fantastisch. Nu is het dus even kijken of ik Jorn en Erika hierboven kan vinden. Ik heb altijd een pistooltje bij me. Dat is eigenlijk gewoon een beetje om er maar gewoon voor te zorgen dat als ik in één keer voor onverwachte verrassingen komt te staan. Dat het niet zo is van, oh nee, nu is mijn leven klaar. Dat wil ik voorkomen. Nou, ik ga eens even kijken. Ik denk dat ik ze nu al wel ga zien. Momentje, jongens. Ah, kijk. Jorn is ook echt een grappenmaker. Ik voel mij niet goed, Erika. Dit is nooit gebeurd. Dit is echt niet best, zegt Erika. Hé, jongens, help. Ik heb de stones verstopt, zoals jullie mij hebben gevraagd. Wat gebeurt er met Jorn? Jongens, is dit een geintje? What's poppin? Jongens, wat is er aan de hand? Jorn, gaat het wel? Erika, mijn... Dat kan ik niet lezen. Help, Job. Job. Ja, Jorn, wat is er? Ik sta naast je, Jorn. Wat is er? Waar? Ja, waar wat? Waar heb je die gems? Oh, de gems. Jorn, ik kan jou met heel erg veel glimlach op mijn gezicht mededelen dat ze op een plek zijn waar de prof ze nooit gaat vinden. Maar wat? Zijn ze veilig? Nou ja, de gems zijn niet meer veilig, want die bestaan niet meer. Zijn ze veilig, Job? Rustig. Weet je, ik zal het hem even goed uitleggen. Wat gebeurt er? Erika, rustig, jongens. Ik heb het onder controle. Jazeker. Ze zijn in de vulkaan. Ik voel me echt niet goed, Erika. Wat is er aan de hand, jongens? De vulkaan? Wat? Ja, jongens, wat is er? Ja, tuurlijk. Ik heb ze verwoest, zodat meneer Prof er nooit meer aan kan zitten. Ben je gek geworden? Hoezo? Dit is jouw opdracht. Wat doe je? Gaat het wel? Hé, je lag net op de grond. Doe even kalm. Erika vult het aan met een ja. Nee, ik ben niet gek geworden. Hé, ik kan wel meloenhaar hebben, maar ik ben hartstikke normaal. Nee, ik heb ze daar verstopt. Mijn rug. Ik kan mijn krachten niet meer gebruiken. Ja, wacht even. Stap 1. Gooi ze in de vulkaan. Stap 2. Ze bestaan niet meer. Stap 3. Professor krijgt ze niet meer. Opgelost. De gems bestaan niet. Dat mag niet. Hoezo, jongens? Hoezo mag dat niet? Hoezo mag dat niet? Wat mag niet? Voor het eerst in mijn superheldenleven. Ja.
Ben ik het eens met Erika? Jammer! En dat is speciaal. Ja, dat snap ik, want Erika wou mij vermoorden. Oké, wacht. Rustig. Wacht even. Wacht even. Duidelijkheid, s'il vous plaît. Jorn, Erika, leg mij uit. Jorn, leg mij uit. Wat is het probleem hiervan? Ik verwoest de gems. Ze bestaan niet meer. Dus professor, krijg ze niet meer. Luister, wat ging er in jouw hoofd om toen jij die gems in de lava gooide? Dat ik wiskunde niet leuk vond. Maar ook dat ik iets goeds deed voor de wereld! Dat ik Net City wou redden. Wat is dit voor rare Q&A? Heb ik gevraagd om dit soort stommiteiten te beantwoorden? Wat is dit door je hoofd? Ja, come on! Ik wil gewoon Net City redden! Net City van de... Dat begrijp ik. Maar vroeg ik het om te vernietigen? Vroeg hij om het te vernietigen? Hij vroeg om ervoor te zorgen dat de professor zo niet zou krijgen? Ja! En Erika vraagt... Net City redden? Natuurlijk! Natuurlijk, Net City is mijn stad! Ik besta omdat de gems bestaan. Je hebt een deel van mij verwoest. Nou, dat je zoveel waarde hecht aan steentjes is best wel klein, een beetje zielig. Ik bedoel, ik had ook wel eens een keer grind. Ik zei expliciet veiligstellen. Erika, mijn... Oh, wat gebeurt er? Erika, wat gebeurt er met Jorn? Jorn! Jorn! Jongens, dit is toch... Ik heb toch niks fout gedaan, of wel? Like, ik heb toch gewoon... Ik heb pijn in mijn... Jongens, wat betekent die hashtags, jongens? Ik ken dit niet. Dit is een term die ik niet ken. Oké, wacht even, een momentje. Leg uit waarom dit gebeurt! Dit kan niet, zegt Erika. Ja, Erika, ik weet toch ook niet wat er gebeurt. Oké, sorry, Erika, ik had je niet moeten staan. Je hebt gelijk. Ja, sorry, au. Dat was mijn rechterarm, die gebruik ik. Ik ben de protector. Zonder de gems besta ik niet, Job. Huh? Nee. Nee, maar dat was niet mijn bedoeling. Het was niet mijn bedoeling om Jorn te laten desbestaan. Ik weet niet wat het woord is. Oké, luister. Oké. Een keer duizend, oké. Wat nu? Er moet een oplossing zijn. Like, er is vast wel een specifieke steen die ik even snel kan terughalen. Luister. Een en al oor. Oh, hij staat weer. Nice. Jij gekkert. Oké, leg het eens even uit. What's poppin'? Er is iets en jij valt erdoor op de grond, dus dat is niet goed. De enige die er nog één hotrod gem heeft, is jouw beste vriend. Mijn beste vriend. Heeft Jorn een hotrod gem? De professor. Oh, het was een geintje. Want nu moet ik zeker naar de professor. Geloof je het zelf? Ik bedoel, come on. Ik moest de gems verstoppen. Oké, misschien heb ik dat dan niet echt gedaan. Ik heb ze vernietigd. Maar dat komt op zich op hetzelfde neer. Ze zijn uit handen van de professor. En nu zou ik naar de professor moeten om een hotrod gem te halen? Kijk hoeveel pakken hier zijn. Je trekt het er gewoon een andere aan. Luister, Job. Als ik binnen 24 uur niet die andere hotrod gem in mijn handen krijg, besta ik niet meer. Erika, is dit waar? Jorn, is dit waar? Neem je dit wel serieus? Ja, tuurlijk neem ik dit serieus! Ik ben er zo niet meer door jou. Oké, luister. Als dit echt is, jongens, begin een klein beetje druk op mijn borst te krijgen. Ja, Job, oké, het is echt. En alle andere gems heb ik vernietigd, terwijl dat nu zijn einde betekent. Oké, rustig, wacht. Ik heb een wapen. Kom bij me naar binnen. Pew. En ik zal hem gewoon zeggen van, hé, jij daar, professor. Een gem hier, toch? Ben je gek geworden? Professor hoort je aankomen en zal je echt pakken deze keer. Ja, maar kom op, kijk hoe je erbij ligt. Het is mijn schuld. Ik had die gems moeten verstoppen en niet moeten vernietigen. Ik schreeuw. Ik heb geen gehoor in mijn linkeroor. Oké, rustig. Oké. Weet je, Erika, loop eens even met me mee. Laten we Jorn even hier. Kom. Erika, loop met me mee. Loop deze kant op, want ik denk dat het niet goed gaat met Jorn. Ja, loop maar mee. Oké, luister. Er is wel één manier. Vertel het, Erika. Erika, vertel het me. Ik weet waar het kwaad zich verschuilt. Het kwaad. De professor. Is het kwaad? Waar, Erika? Ik kan je erheen brengen, maar het is geheim. Prima. Ik zal elk woord wat jij tegen mij uitspreekt geheim houden, zolang ik Jorn maar kan helpen. Zeg me wat ik moet doen en ik doe het. Alles om het geheim te houden, maar in ieder geval de gem van de professor te stelen. En hem aan Jorn te geven, want dat gaat niet goed in me. Ik breng je erheen met mijn geheime krachten. Oké, doe je ogen dicht en lig op de grond. Oké. Je kunt. Ik ben een beetje bang. Doe je ding, Erika. Oh. My. Waar ben ik? Dit is letterlijk een mega sneeuwbunker. Oké, luister. Erika heeft mij hier naartoe gehaald omdat dit de plek zou zijn waar de professor zich moet bevinden. Oké, luister. Ik kan mij niks anders bedenken dan dat wanneer ik weer terug ga naar deze plek, dat Erika mij waarschijnlijk weer ophaalt. Maar voor nu moet ik proberen om de hotrod gem in handen te krijgen. Yo, dit is mega. Hoe kan de professor vanuit hier elke keer naar Mad City komen? Dit lijkt wel aan de andere kant van de... wereld. Natuurlijk, de professor kan zich teleporteren. Hij is niet gek. Hij maakt zijn laboratorium niet in Mad City, maar aan de andere kant van de wereld. Zodat je denkt dat hij nooit in Mad City kan zijn, maar met zijn teleportatiekrachten is hij daar altijd. Ik heb een zaklamp. Oké, rustig. Jongens, dit is zo creepy. Dit is zo... Luister, ik ben hier nog nooit eerder geweest. Dit is een mega bunker. Ik denk dat het een bunker is. Het is in ieder geval een gang in een sneeuwberg. En ik heb het idee dat ik hier helemaal alleen ben. Al hoop ik vreemd genoeg van niet. Ik moet ervoor zorgen dat ik de professor hier tref en dat ik erachter kom. Welkom
in bunker 13. Luister, 13 is een ongeluksgetal. De professor doet mij denken aan ongeluk. Jongens en meisjes, hoe ga ik hier doorheen komen? Zou het serieus zo opzichtig zijn dat ik alleen op de knop hoef te drukken? Professor, applausje voor best beveiligde deur 2019. Tenminste. Oké, dankjewel, Trap. Brug, wat je ook bent. Oh my gosh, jongens. Dit is mega. Oké, luister. Ik blijf overal met mijn handen vanaf. Ik ben enkel en alleen op zoek naar de gem. En ik heb van Erika begrepen dat er haast achter zit. Het kost haar namelijk daadwerkelijk kracht om mij hier te houden. Ze heeft mij namelijk geteleporteerd. En ze moet mij ook weer terug kunnen halen. Kijk, kalm. Ik moet gewoon heel voorzichtig blijven. Heel rustig om de hoek kijken. Een gang naar beneden. Een helling naar beneden. Oké. Danger. Er staat hier dat er valgevaar is. Wat zou hier dan beneden moeten zijn? Oh my gosh. Chemisch afval. Gaat het alarm nou af? Het lijkt alsof het alarm afgaat, maar het geluid er niet van doet. Oké, dat is goed. Like, als er letterlijk een mega-alarm afging, had de professor dat waarschijnlijk wel vernomen. Alleen het lichtje, dat is nog niet echt een probleem. Rustig. Oké. Wat is dit? Weer valgevaar. Is dat toevallig een lift? Toen ik net op de mega-knop drukte, ging de deur open. Dus misschien als ik hierop druk, zal dit ding dan naar beneden gaan, jongens. Dit is zo gaaf. Hij heeft gewoon zijn eigen bunker. En heeft helemaal niemand met wie hij dat kan delen. Besef hoe gaaf het is als je hier samen bent met iemand. Alleen de professor is er helemaal alleen. Ik wil echt geen medelijden hebben. Maar is het echt zo dat hij zijn leven in zijn eentje zonder mensen om zich heen leidt? Ik bedoel, ik heb vernomen van Jorn dat hij al is verstoten door zijn familie. En dat hij zichzelf dan moet opsluiten in Alaska in een bunker genaamd Bunker 13. Laat ik de deur maar even achter mij dicht doen. Ja, dat is perfect. Oké, voorzichtig, joh. Wat is dit? Koken. Jongens en meisjes. Oh my gosh, ik zie de professor. Hij zit achter zijn laptop. Wat is hij aan het doen? Okay, luister, ik moet heel voorzichtig blijven. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Maar hij zit achter zijn laptop en waarschijnlijk is hij bezig met research te doen naar alle gems die hij moet hebben om gem X mee te maken. Oké, rustig. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik heel voorzichtig... Heeft hij me gezien? Hij heeft me niet gezien. Oké, ik moet gewoon heel voorzichtig zijn en ervoor zorgen dat ik in ieder geval weet waar hij de hot rod kristal heeft neergelegd. Oké, jongens, ik moet er... Hoorden jullie dat? Rustig, professor. Rustig, professor. Jongens, de deur heeft... Oké, via de trap. Jongens, zit hij achter me aan? Hij zit achter me aan! Jongens, ik heb de hot rod gem nog niet in handen. Oké, snel. Oh my gosh, ik heb denk ik een verkeerde route genomen. Zo ben ik hier in eerste instantie helemaal niet gekomen. Oh! Jongens, snel. Ik moet proberen. Oké, luister. Ik moet mezelf laten terug teleporteren. Ik moet ervoor zorgen dat Erika me redt. Als ik op de knop druk, gaat waarschijnlijk dit bruggetje weer weg. Yes! Oké. Hij is naar beneden gevallen. Ik heb op een of andere manier het gevoel dat ik nog maar een paar seconden heb om terug te komen waar Erika mij in eerste instantie naartoe teleporteerde. Ik heb zo'n gevoel dat haar krachten opraken. Wat gebeurt er met mijn beeld? Oh nee, jongens. Wat gebeurt er? Oh, yes. Yes, de superhero base. En de professor is in Alaska. Alleen. Ik heb de gem niet. Ik heb de hot rod gem niet. Hoe gaat het met Jorn? Zeg alsjeblieft dat het goed gaat. Ja, ik wou de gem vinden, maar hij was er niet. De professor was veel te druk met zijn plannen. Ik weet niet wat hij aan het doen was op die laptop. Maar het was in ieder geval niet met de juiste bedoelingen. Oké, misschien is er niks aan de hand. En kan ik gewoon letterlijk aan Erika vragen of er misschien nog een plan B is. Een plan B is... Ah, kijk, Erika, daar ben je. Luister, waar is Jorn? Job, dit was een dom idee. Een dom idee, hoezo? Meneer Prof? Luister! Haha, wat dacht jij mij zo slim af te zijn, zeg? Hoezo slim af te zijn? Luister, waar is Jorn? Ben je toevallig iets kwijt? Ja, de Hot Rod Jam. Daarvoor ben ik helemaal... Die is van mij, neem ik aan. Oh, rustig. Oké. Sorry. Oké, ik kom in vrede. Oké, luister. Dat dacht ik niet. Nee, oké, prima. Maar luister, jongens. Dat is de gem die ik nodig heb om Jorn te redden. Waar is Jorn? Jorn! Luister, meneer Prof. Ik weet niet wat jij hebt gedaan met Jorn, maar ik ben niet bang om die gem van je vandaan te pakken. Waar is Jorn? Oké, luister jongens. Ik tel van 3 tot 0. En dan ga ik gewoon voor de gem. Hij heeft een pistool in zijn hand. Oké, kom op, Job. Je doet het voor Jorn. Doe het voor Jorn. Jij brengt alle gems. Je weet waar het over gaat. Dan krijg je Jorn terug. Ja, maar... De gems die... binnen 24 uur. Ja, maar... Oké, luister, ik moet bluffen. Als ik nu zeg dat ik alle gems heb vernietigd, misschien dat hij Jorn dan wel vernietigt. Sorry, oké, rustig. Oké, wacht. Deal. Ga weg. Laat Erika en mij met rust. Je hebt ze binnen 24 uur. Het is een belofte, oké? Oh, het is zo verleidelijk om die gem nu te pakken en Jorn te redden. Maar ik weet niet eens waar Jorn is. Hij heeft Jorn. Dit is je geraden. Anders komt Jorn nooit terug. Ik zie je wel verschijnen. Oh, jongens. De gem ligt er nog. Hij heeft de gem laten vallen. De gem voor Jorn. Maar we hebben Jorn niet.
Oké, luister. Ik laat Erika deze gem verstoppen. En ik moet proberen om Jorn terug te stelen. Ik maak een afspraak. Met de professor. Ik doe alsof ik een afspraak maak waar hij Jorn naartoe neemt. En ik de gems. En op het moment dat de uitwisseling daar is, pak ik Jorn. Vlucht ik en laat ik hem achter zonder gems, want die gems zijn er niet meer. Dat is oplichting, maar tegenover een professor die zelf ook niet de liefste is. En we hebben de gem. Erika, loop naar de gem toe en stel hem veilig. You got this. Ga je gang, pak jij de gem maar. Goed zo, goed zo. Oké. Jongens en meisjes, bedankt voor het kijken. Moet ik dit filmen? Doe dan een like. Ik ga mezelf vast uitrusten met de benodigde wapens. Adios.